Dit legervliegtuig was het laatste Amerikaanse toestel dat vertrok van het vliegveld van Kabul. En deze Amerikaanse militair was de laatste die er aan boord stapte. Taliban-strijders namen daarna het vliegveld over. Het is nu een verlaten plek. En dat is een groot verschil met de afgelopen dagen, toen tienduizenden mensen via het vliegveld het land probeerden uit te komen. Het vertrek van de Amerikaanse militairen is een grote gebeurtenis. 20 jaar lang waren zij in het land. Dat werden er steeds minder, ook nadat ze vorig jaar besloten om eind van deze maand helemaal weg te zijn. En dat moment is nu dus gekomen. Ook de laatste zijn weg uit de hoofdstad Kabul. Maar de Amerikanen lieten wel flink wat spullen achter. Dat zagen ook de Taliban toen ze het vliegveld overnamen. Het gaat om tientallen legervoertuigen, helikopters, vliegtuigen en wapens. Maar volgens de VS kunnen de Taliban deze spullen niet gebruiken. Ze zijn onbruikbaar gemaakt. We did not turn it over to the Taliban. In de hoofdstad van Afghanistan bleef het rustig op de eerste dag na het vertrek van de Amerikanen. De Taliban zeggen dat de inwoners niet bang hoeven te zijn. En er zijn nog steeds mensen die het land willen verlaten, omdat ze bang zijn voor strenge regels van de Taliban. Of en hoe zij weg kunnen komen is de vraag. Want met het vertrek van de Amerikanen zijn er voor nu geen evacuaties meer mogelijk vanaf het vliegveld in de hoofdstad.